Hey, maar je wist van tevoren dat het lastig zou worden om mensen, zeg maar, te overtuigen van je NFT-project. But you did it anyways. Yup. En op zich, voor het NFT-project waren er hele andere challenges dan dat ik dacht dat er gingen zijn. Dus eigenlijk, als ik erop terugkijk, dan is het nu bijna niks meer vergeleken met wat we nu moeten doen met het NFT-project om het, zeg maar, poppin te houden. Mm-hmm. Is in één keer kwam er zo'n felle hype op de verkoop van dingen, dat al de rest werd genegeerd. Alleen het financiële aspect was, zeg maar, ja, NFT's, maar toen ging iedereen erop. En toen was het ook niet moeilijk om een NFT-project te lanceren. Dus eigenlijk nog net, we hebben het juiste timeframe ook nog gedaan. En ik dacht maar van, wow, de technologie erachter en het creëren ervan en weet ik veel wat, dat is het moeilijkste. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het moeilijkste de business bouwen na alles gecreëerd is. Dat is net zoals een artiest zijn en één hit uitbrengen, dat is vrij makkelijk. Maar een artiest zijn en 5 consistente of 10 consistente projecten uitbrengen die aanslaan bij het publiek, daar zit de moeilijkheid in. Mm-hmm. En ik had nooit gedacht dat dat ook bij een NFT-project ging zijn, maar uiteindelijk is dat gewoon de circle of life, het consistente eraan, ja. Maar wat was dan de grootste uitdaging? Van? Van het NFT-project, vond jij? Voor jou? Ja, de grootste uitdaging nu nog is... de grootste uitdaging waar ik nu mee kamp in het NFT-project, zeg maar, te doen groeien, is het ongeloof van mensen. Dus waar ik ook heel veel empathie voor heb, en ik begrijp het ook, mm-hmm. dat het heel raar is om bijvoorbeeld, zeker als independent artiest, hè, als je daarnaar kijkt, naar het NFT-project, van, ja, maar de heel veel comments wat ik krijg is van, dit gaat toch nooit de revenue opbrengen, dan moet je al een miljoen streams halen, om die revenue van 20% die je geeft aan fans, om dat te doen werken. Mm-hmm. Maar het ding is, ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen doen. Dus het is niet, want ik merk dat het gewoon de kleinzichtigheid is van mensen op het project. Nu, ik ben realistisch en ik weet ook van, het gaat niet in 1, 2, 3 gebeuren. Maar ik voel me enorm verantwoordelijk om het project, zolang als ik leef, te doen uitbouwen en te zorgen dat die mensen hun meerwaarde beginnen krijgen gewoon. Ja. Dus, en dat is niet alleen royalty streams, terwijl dat wel het selling point is van die NFT's. Maar het is ook die gratis tickets naar shows, constant. Elk evenement dat ik ga organiseren, gaat gewoon het NFT-project en NFT-holders inclusief zijn. Alle merch die ik nog uitbreng, worden gewoon naar de Royal Holders gratis verstuurd. En je weet ook dat ik echt heel fel aan het plannen ben. Ik wil partnerships met bepaalde brands doen, om ervoor te zorgen dat in value ook gegeven wordt naar de NFT-holders. Mm-hmm. Dus branding, brand deals eigenlijk met merken. Terwijl ik weet, op een bepaald moment gaat NFT's echt een heel groot ding worden. En dan ga ik enorme leverage hebben naar brands, omdat zij ook in die wereld willen stappen en voor hun een brandingnaam willen opbouwen, dat collaben veel makkelijker gaat gaan dan dat het nu gaat. Mm-hmm. Terwijl dat we weten, we hebben bijvoorbeeld ook al, en dat mag ook gewoon gezegd worden, we hebben gewoon een meeting met de marketingmanager van Nike gehad. Dat ging over NFT's. En dat ging vrij makkelijk, want Nike is echt al geïnvesteerd in NFT's. En want ze hebben met RFTK, Artifact inderdaad, hebben zij dus al gewoon een NFT-project running. Dus ja, ik bedoel, vanaf dat andere brands echt gaan beginnen beseffen van, oké, wij moeten ook nog credibility en een naam opbouwen in deze wereld, dan gaat dat zo voordelig zijn voor de Royal Holders. Dus ik snap de kortzichtigheid, kortom, van mensen die nog niet in dat wereldje zitten. En ook van, ja, maar je moet zoveel streams halen om dat te doen. Mm-hmm. Ja, marketing bestaat. Word of mouth bestaat. Mij als artiest laten groeien tot een fucking The Weeknd of een Drake. Het bestaat. Het is niet onmogelijk. En dat is weer die balans van, ik ben alles en ik ben niks. Zo van, ik ben wel van overtuigd, ik kan het doen, maar in the grand scheme of things betekent ik ook helemaal niks. Dus die balans houden. Ik ben er wel van overtuigd dat, als jij in mij gelooft als artiest, dan kan het 100%, de kans bestaat er dat ik zo'n biggie artiest word, dat die nummers ook gewoon meekomen in de kracht van mij als artiest. En iemand waar dat ik dan heel fel een voorbeeld aan neem is Russ. Russ heeft gewoon fucking elke week een nummer uitgebracht voor 100 nummers lang. En pas na de 103e pokoe is zijn hele catalogus gaan blowen eigenlijk. En daar geloof ik heel fel in de theorie van consistentie, de praktijk van consistentie.
het geloof in jezelf in the grand scheme of things. Mm-hmm. En het uitbouwen van die projecten die dat je aan het opzetten bent voor mensen. En het fijne is nu, ik doe het nu niet meer alleen, want ik heb een heel team. Ik heb een effectief team, zeg maar, jou als manager, Rosa in de content, Cher op de artwork, Adora in de coding. En ook nog eens een team, zeg maar, geen fans meer, maar een team in het NFT-project. En ja, dat maakt het bijna unstoppable. Daar hou ik zo fel van. Ja. Waar zie je het naartoe gaan, je NFT-project nog? Oh, ik iets in mij zegt dat dit veel groter gaat worden dan dat ik en dat wij kunnen indenken. Waarom? De markt gaat zo groot worden. En op dit moment zijn we aan het winnen in een markt die zo niche is, dat het enorm moeilijk is om dit gewoon te doen. Het is, oké, er zit een balans. Het is makkelijk omdat het niche is en het is moeilijk omdat het niche is. Maar ik zie het een klein beetje als, ik ga het vergelijken met bijvoorbeeld vraag en aanbod. Je moet eigenlijk aanbod moet je zien als een klein gaatje in een dam. En vraag moet je zien als het water wat door dat gaatje gaat. Dan denk ik aan aanbod, bedoel ik kwalitatieve projecten. Iedereen kan een NFT-project lanceren. Iedereen kan een foto van een aap online gooien en daar niks achter zetten en dan eventjes money verdienen. Dat gaat. Maar het gaat om, wat kan je nog met dat project uitbouwen? Kan je memberships creëren waarin dat mensen gewoon elke maand een plek hebben om samen te komen en ideeën uit te wisselen? Kan je bijvoorbeeld trips organiseren? Kan je evenementen organiseren waar die mensen uitbloeien? Kan je sponsordeals en brandingdeals creëren om meerwaarde voor die holders te creëren? En dan gaat aanbod het kleine gaatje in die dam zijn. En dan gaat de vraag het fucking water zijn wat die dam tegenhoudt. Het gaat een enorm grote boom hebben. En op een bepaald moment gaat er zoveel druk van het water zijn dat heel dat ding openbarst. En heel de wereld weet wat NFT's zijn. En dan opeens gaan kijken naar, oké, wat zijn de meest valuable projecten in dit landschap? Mm-hmm. En in de Benelux ga ik dat killen. Omdat ik het gewoon voel aankomen van, major brands gaan impact willen hebben in de niche markt. Net zoals dat social media influencers bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je weet toch dat vroeger werd gekeken naar de mensen met de meeste volgers. Nu wordt gekeken naar de mensen met de meeste impact. Hoe meten ze dat dan? Ze meten dat in bijvoorbeeld, je hebt 5000 volgers. Mm-hmm. En je kijkt naar engagement in die 5000 volgers. Okay. Die kan veel hoger zitten, mm-hmm, dan iemand met 1 miljoen volgers. Dus dan kan je en een klein beetje je budget aanpassen. Maar je werkt met veel meer kleinere, impactvollere influencers dan één heel grote die bijvoorbeeld 100.000 euro vraagt en andere kleintjes die 1000 vragen. Maar het ding is, er zijn enorm veel brands. Dus als je 100 brands hebt en je vraagt 1000 euro aan elk brand, ja, dan ken je het rekensommetje. En het kan je blijven doen omdat je impact heel groot is op de community die je hebt. Mm-hmm. En zo kijk ik op dit moment naar het NFT-project, yeah, met de verwachting, of niet de verwachting, met de gedachte van, wauw, dit kan wel eens echt een major ass project worden. Puur door wat wij ermee gaan doen. Mm-hmm. Net zoals het NFT-event, wat dat we willen organiseren. En de impact die dat kan brengen. Uiteindelijk draait het om impact. En ik denk dat wij dat enorm gaan kunnen creëren met dat project. Ja, dat weet ik wel zeker, man. Ik denk echt dat dit nog maar beginnen. Yep, ja. En daarom heb ik het gevoel dat het ook zoveel potentie en zo groot kan worden. Mm-hmm. Uiteindelijk draait het ook om de persoon die erachter zit. Want ik denk dat heel veel mensen ook twijfelen van, ja, in welk project investeer ik? Mm-hmm. En dan is mijn antwoord, in welke persoon geloof je? Yeah. Daar draait het om. Waarom investeren mensen in Apple vroeger? Omdat ze Steve Jobs een fucking rock-ass guy vonden. Waarom is er een hele markt gecreëerd rond Jordans? Omdat de guy erachter gewoon een legend is. Ik denk dat er is een heel mooie uitspraak. Bet on the jockey and not the horse. Dus ik ben wel echt een rock-ass jockey. En op mij kan je wel echt betten. En daar ben ik dan overtuigd in. Ja, uiteindelijk zal de persoon het altijd laten slagen op one way or another. En mm-hmm, dat is waar dat ik mezelf ook op vertrouw. Want als ik een doel heb,
dan zal het misschien niet gaan hoe dat ik het heb in mijn hoofd. Maar uiteindelijk haal ik altijd wel het resultaat wat ik wil behalen. En dat is het belangrijkste. En daar ben ik overtuigd van in mezelf. Zeg maar. Yeah. Wat zou jij zeggen zeg maar, tegen al die independent artists die nog twijfelen, niet aan me aandurven? Ja, ik zou zeggen begin er kleinschalig mee. Want nogmaals, ik denk dat het vooral te maken heeft met, oké, er is nog weinig algemene kennis van het vak. Dat snap ik. Mm-hmm. Maar er is ook Google. Ik bedoel, als je iets wilt leren, dan typ je in wat zijn NFT's. Klaar. Yeah. Hoe maak ik een smart contract? Klaar. Hè? Maar je kan ook bijvoorbeeld, als je niet de tijd hebt om te leren hoe maak ik een smart contract, dan doe je wat wij hebben gedaan. Dan ga je naar iemand die gemotiveerd is om een impact te brengen op de wereld. Dan ga je met dat idee naar die persoon. Of je gaat gewoon tientallen personen af. En je vindt er eentje die capabel is. En ook nog eens in jouw project gelooft. En dan geef je die gewoon een mooi procent van het project. Om gemotiveerd genoeg te zijn. Om dat project gewoon van de grond te tillen. En dan breng je ze gewoon uit. Kleinschalig weliswaar. En dan komt er nog eentje bij. En dat is fear of judgment. Ik denk dat nu de fear of judgment hoger ligt dan toen wij begonnen waren. Yeah. Want mensen wisten er gewoon nog niks van, dus hadden ze nog geen mening. Mm-hmm. Nu hebben ze een mening. En nu is dat net hetzelfde alsof... stel nu bijvoorbeeld, Lil Kleine staat zo slecht in de markt. Stel, je bent nu een major Lil Kleine fan en je promoot het naar iedereen in de wereld. Mm-hmm. Mensen gaan zeggen, ja, maar hoezo support je die loser? Yeah. Terwijl binnen een jaar, je weet het ook hoe dat met Bilal is gebeurd. Je weet ook hoe dat het met Boef is gebeurd, met Keg en weet ik veel wat. Ja, na een tijd zijn mensen het weer vergeten en dan boomt de markt weer. En dan denkt iedereen van, oh ja, oké, super chille kerels. Dus je kan het vergelijken met, nu is de markt een beetje... Eerst kent niemand Lil Kleine, dan gaan mensen zeggen, ja, wie is Lil Kleine? Wie is Lil Kleine? En dan denk je, ja, goeie vette artiest. Oh, oké, ga ik eens checken. Oké, klaar. Dan doet hij iets fucked up. Of ja, dan is hij bekend, dan doet hij iets fucked up. En dan zeg je, ja, Lil Kleine, wat een suk of ik wat. Dat hoor je nu gewoon overal. Maar binnen een jaar gaat hij weer on top zijn. Net zoals alle andere artiesten die gewoon een fout hebben gegaan of weet ik veel wat. En dan in één keer ligt de markt weer echt voor je open. En als je dan bijvoorbeeld merch verkoopt van Lil Kleine of Bilal, ja, dan ga je weer lekker in de markt zitten. Mm-hmm. Dat is nu met NFT's aan het gebeuren. Nu heeft NFT's zogezegd iets fucked up gedaan, maar eigenlijk niet. NFT's hebben helemaal niks gedaan, maar het voelt wel zo aan. Alsof iedereen nu zegt van scam, is niet goed, what the fuck. Hoe kan je dat ooit kunnen terugverdienen? Hoe bouw je dat... En op een bepaald moment gaan NFT's gewoon zo een impact opnieuw creëren in de markt. Dat iedereen weer die gold rush gaat zien. En dan gaat iedereen weer zeggen van, wauw, NFT's, ja. En zo gaat dat op en af en op en af. En dan tot een punt waarin dat je het niet meer kan wegdenken in society. Mm-hmm. Net zoals Instagram, Facebook en social media platforms. TikTok is een goed voorbeeld. Je kon fucking hard bank maken op TikTok. Door toen filmpjes van jezelf te posten dat je danst op muziek. Yeah. Want het was Musical.ly vroeger. En mensen dachten van, wat zit je op TikTok te doen? Yeah. Gare gast. Klopt. En nu, 40-jarige mensen zitten op TikTok. 50-jarige mensen. Het is gewoon genormaliseerd. En dat is een heel mooi voorbeeld. Dat gaat ook met NFT's gebeuren. NFT's is op dit moment Musical.ly. En binnenkort wordt het... TikTok 1.0 en dan TikTok 2.0 en dan ben je er. Ja, zeg maar, wat was het eerste wat jij deed toen je dacht van, ik ga hieraan beginnen aan het NFT-project? En wat was je eerste angst ook los van, zeg maar, die fear of judgment? Of ik het wel waar kon maken. Want ik ben heel erg fan, en ik weet niet of het een goede of een slechte eigenschap is, ik ben heel erg fan van dingen zeggen dat ik ze ga doen, mm-hmm. zodat ik accountable ben voor wat ik gezegd heb. Ja. Dus als ik iets zeg, dan wil ik niet dat mensen zeggen van, ja, je praat veel, maar je doet niks. Yeah. Ik ben daar het tegenovergestelde van. Ik wil praten om mezelf accountable te stellen van, ja, je hebt dit gezegd, dus je zal het ook moeten doen. En dan some. Ja, en dan some, inderdaad. En dus waar dat ik het meeste bang voor had, want ik zet me altijd in die positie en dan draait het uiteindelijk toch wel altijd goed uit, mm-hmm. is, ik heb gewoon op Instagram gezet, voordat ik eigenlijk een afgewerkt product had... dat ik royalties ging verkopen van mijn muziek. En waarom deed ik dat? Omdat ik angst had dat andere mensen me voor gingen zijn. En ik wou er wel een ding van maken van, oké, ik ben nu zo vroeg, laat me dit momentum nu creëren dat ik de eerste artiest in de Benelux ben mm-hmm. die muziek royalties geeft aan fans. Mm-hmm. En dan is het ook nog een ding van, een angst van hoe kwalitatief kan ik het maken, want ik wil geen product op de markt brengen die bullshit is. Mm-hmm. Ik vind het wel een mooi gezegde, legacy over currency.
Dus wat dat eigenlijk een beetje wil zeggen van, mijn grootste angst was, als ik met dit op de markt kom, dan wil ik ook wel het beste product uitbrengen wat ik maar kan. Want stel nu dat ik iets uitbreng en het brengt totaal geen meerwaarde en het is basically mensen afzetten zoals mensen nu denken van de NFT-wereld, dan help ik en de NFT-wereld niet, dan brengt de markt om zeep terwijl ik het zo hard in geloof. En brengt mezelf als artiest gewoon heel fel in schade van mijn reputatie gewoon. En ik denk dat als je... dan kan je gewoon heel moeilijk nog verder in die wereld. Zeker in de wereld van bijvoorbeeld consumer-wereld. Want mensen gaan je gewoon niet meer vertrouwen of in je geloven. Dus die druk lag daar heel erg. Maar wat me nu altijd op mijn gemak stelt, omdat het product is nu op de markt, is en mensen zijn tevreden, mensen zijn enthousiast van het product. Plus, ik vertrouw heel hard op mezelf en mijn verantwoordelijkheidsgevoel naar die holders toe. Dus ik weet dat ik along the way... Ik denk de grootste misconceptie van mijn project op dit moment is dat het heel snelle termijn terugverdient. En dat is niet het geval. Dat probeer ik ook altijd wel tegen mensen te zeggen van het is wel echt een long-term visie. Maar wat het leuke is aan dat long-term visie gedeelte is als mensen gewoon die NFT heel lang houden, is hoe meer ik groei in mijn carrière, hoe meer dingen ik kan bieden aan die holders. Dus bijvoorbeeld vanaf het moment dat ik in het buitenland opdrachten heb, jij weet dat ook, het eerste waar ik aan denk is hoe kan ik dat laten betrekken tot de holders toe. Ja. Er zijn gewoon momenten dat ik denk van, dat ik aan mijn boekingsagentschap vraag van, oké, als jullie buitenlandse gigs hebben, probeer die prijs zo hard te onderdrukken dat ik iemand kan meepakken om een ervaring te laten delen met mij. Als ik iemand een holder een gratis vakantie kan fixen, dat is voor mij het beste gevoel, omdat ik weet, ik ben enorme meerwaarde aan het bieden voor iemand die gelooft in mij. En daar vertrouw ik heel hard op dat gevoel. Dus ik weet dat mijn hart op de juiste plek zit, dat mijn intenties goed zijn en dat ik een enorm verantwoordelijkheidsgevoel heb ten opzichte van de mensen die geloven in mij. En dat laat mij nu geruststellen dat dat project lange termijn enorm goed komt. Maar natuurlijk, het is niet bestemd voor mensen die zeggen, nog niet. Het kan naar de toekomst wel zo groeien dat als ik een nummer uitbreng, dat die binnen de maand een miljoen streams heeft en dan gewoon na 5 miljoen dat die realiteit kan waar worden. Maar op dit moment weet ik dat ik het ook nog eens kan vervullen in lange termijn meerwaarde. En ik denk, die misconceptie wil ik voorlopig nu nog wel uit de wereld helpen over mijn NFT-project, is dat het op snelle termijn enorm veel terugverdient. Maar als jij 10 jaar lang mijn NFT behoudt op het streamingniveau dat ik nu krijg op mijn nummers, dan ga je er wel heel goed uitkomen. Nu, op dit niveau. Yeah. En wij zijn van plan om te groeien. Net zoals dat een Apple van plan is om altijd te groeien en een fucking Nike van plan is om te groeien, dat ben ik ook. Bijvoorbeeld, ja, Amazon is in een garage begonnen en Apple ook. En ik voel me net op die manier ook zo. Dus ja, lange termijn geloof ik er nu al, ben ik overtuigd van, met het volste vertrouwen verkoop ik dit aan mensen en weet ik dat ze er iets goeds aan overhouden.